Go to
Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Het is Pang. Ja, het is Pang ook toe, hè. Maar laten we het... Kongerusref cool. Laat me dat zeggen. Voor de nieuwe volgers zeg ik welkom. Voor de volgers die me herkennen, kennen me zo'n beetje van mijn programma's, mijn fake news die ik breng. Vandaag zal ik een aantal fake news weer brengen. En ik zal een paar punten of items brengen. Maar ik moet ook voorzichtig zijn. Want je weet, alles wat de klok slaat, toch? Is van, je mag dit niet zeggen, je mag dat niet zeggen, alles is aan niet. De mij tikkie, de mij strotie, de mij volgie. Mensen, nogmaals, een goede dag voor iedereen die mij volgt en die mij share. Ik dank iedereen die mij share en mij ook een app stuurt. Als ik fouten maak, vind ik het ook belangrijk dat je mij ook een app stuurt. De mensen die mij uitschelden, zou ik zeggen, scheld maar verder uit. De waarheid is hard, maar dit is de waarheid eenmaal. U ziet heel wat dingen gebeuren. En ik denk dat iedereen zo'n beetje volgt wat er gebeurt. En wanneer personen opstaan 's morgens. En opstaan zonder een agenda voor Suriname. Een agenda hebben die wordt geleid door een paar krachten vanuit het buitenland. Ja toch? En dan luister je naar bepaalde personen die zich hebben geprofileerd in de politiek. Maar vanaf 1975 is men nog bezig te leren. Vanaf 75 en daarvoor, wie weet, de politieke die partij, ja, ik ben 75 jaar oud geworden, en die nog steeds niet volwassen zijn. Politieke personen die in partijen zijn, die nog steeds niet volwassen denken, aan nationalisten, zeggen dat ze Surinamers zijn. En als je naar ze luistert, dan vraag je wel af. Ik heb het vaker gezegd. Ze hebben niet 1 en 2 en 3 agenda's. Maar soms lopen ze met 4 en 5 agenda's. De vaste volgers die mij vaak en lang volgen. Jullie zien dat allemaal fake news. Alle fake news van mij, die ik breng, die ik gebracht heb, die is she, dat je mij wrak. Je mij wrak. En 99 is waarheid geworden. Wanneer ik Nanku Singh Nawal Singh hier zit. En ik ga vandaag een paar uitlatingen doen. Ja. Ik ga een paar uitlatingen doen. Daarom u share een video. U dan share. U share u like me page. Temino demoro. Dat samo takti den aan de diesel kong. En de jongeren. We share it with the young one. Want wij die al 50, 60, 65, 70 zijn, die gaan weg. Maar je ziet, bij bepaalde politieke partijen,
dat jongeren niet kunnen groeien. We hebben weer gezien in twee politieke partijen hoe ze met trots zeggen: ik ben gekozen als voorzitter. Dan vraag ik me in gemoede af: wanneer krijgen de jonge kaders, de jonge geesten die iets willen betekenen voor Suriname, niet de kans krijgen? Hé, Parcello hoor? Hé, Abab? Jullie zitten met zoveel gescholden die geen kans krijgen en gaan nooit krijgen. Never niet. Nooit niet. Wanneer alleen de natuur jullie meeneemt naar een plaats om te gaan rusten, en toch gaan jullie niet rusten. Dus de ugueto, de man moest pot koprosensi nou ai. Dat is sin ugue van schuit kondredisi. Want jullie begrijpen het niet. En jullie weten precies waarover ik het heb en over wie ik het heb. 80 zoveel jaar, 60 zoveel jaar. Hoeveel keren lang we voorzitter blijven. Hoe kan Wisranang er? Kom je naar Wisranang? Na goede screening. Want ik zul een aantal weg. Dan gaat u zelf zien. Out of the box. Ondernemerschap. Je wordt in systemen gezet om Suriname op te bouwen. En vanzelf leer je jezelf ook opbouwen. Je leert zelf je huis bouwen bij ons. Dat is Wisrana. Maar wanneer je achter dit soort figuren gaat lopen. En een familiebedrijf van maken. Want zoon is ondervoorzitter geworden. Jullie moeten niet vergeten. Maar Javaanse broeders en zusters. Want zogenaamd is die ene van de Javaanse partij. Van Javana. 75 jaar heb je geen moer kunnen betekenen van die Javana. En ik ga je dadelijk een paar dingen zeggen. Het zal 1 uur zoveel worden. Heeft geen moer betekenen. En ik kan het goed onderbouwen voor jullie. Puur eigen belang, als je geen billenlikker bent van de voorzitter of ondervoorzitter of van die daar geplaatst is, krijg je geen positie, want krijg je geen huis, wanneer je niet ligt, wanneer je niet ligt voor ze als vrouw, dan heb je geen positie. Dat is de naakte waarheid. Niemand moet me geen moeite komen vertellen. Ik loop te lang in politiek. Evening, hopelijk. Huh? De anderen nog erger. Anderen nog erger. Het is een keus van jullie. Als jullie wisselen die daar zitten. En achter dit soort leiders willen lopen. En luisteren. En geld willen nemen wat hij bij u geeft. Denk je ailuko zo opzangen, Uno? Denk je ailuko? Met zor Uno, dat of Uno change u denki. Wakabaka de soort man die zie. Wat abba people, goede mensen. Partijen horen voor goede mensen. Maar ze gaan nooit de kans krijgen. Want wanneer je te geschoold bent en tegen hun praat. Want je moet hun naar hun pijpen dansen. Wanneer ze op een positie plaatsen. Dan moet je eerst bellen. Voordat je besluit neemt. En dan mag je ambassadeur zijn. Je mag directeur zijn. Je mag onderdirecteur zijn. Je moet aan hun pijpen dansen. Ik heb het toch meegemaakt. Ik heb het toch gezien. Ik praat toch ook met ze. Uda ai.
Udaay. Wisaranang. Umus luku sobsa. Want ze hebben nu twee agendas of één agenda. De ene heeft één, de ene heeft twee. Want wij zijn kutkakut. Ze willen kutkakut gebruiken en misbruiken voor hun belangen. Wat dat is niet idee. Ze gaan jullie gebruiken en misbruiken. Want a biggie hap. A biggie hap. Hij komen, uiteen vallig met uiteen scherven. Maar op hoe hij. Maar op hoe hij. Maar op hoe hij. Wat tegen gewoon zijn, hè? Moet ik ook arkeen een video. Want dat is met taki. Dat is met taki. Hoe arke video die zie. Hoe sabama die zie. Het woord dom slaat niet op het gedrag van planten en dieren. Het woord dom slaat op het gedrag van mensen. En waarom zouden er geen domme mensen zijn, maar er zouden wel intelligente mensen zijn? Ik bedoel, dat zijn mensen die dus nooit over de materie hebben nagedacht en ze hebben er totaal geen verstand van. Er bestaan domme mensen. En ik bedoel, het is niet de bedoeling dat ik hier wat namen zou noemen om dat ding toe te lichten, maar gelooft u mij, ze bestaan er en ze zijn in de meerderheid. Het woord dom. Ze bestaan er. Anomitaki. Ze bestaan er. En ze zijn in meerderheid. Amitaki. No, dit ook. Want Buku is president. President. Eerlijk. U hebt mij teleurgesteld. En dan ga ik u zeggen waarom. Luister naar uw eigen woorden. Luister naar uw eigen woorden, president. Maar ik zie in uw pakket die veiligheid niet. Ik zie in uw pakket die ontwikkeling niet. Ik zie in uw pakket de aanpak van de criminaliteit niet. Ik zie in uw aanpak de aanpak van corruptie niet in uw pakket. Ik zie ook niet de investering in uw pakket. Ik zie ook niet gratis medische behandeling in uw pakket. Ik zie ook niet in uw pakket medicijnen die we niet kunnen vinden. Maar ik zie ook niet in uw pakket goed onderwijs waarbij onze kinderen weer gratis onderwijs hebben. Kom maar naar de president. U hebt het gehoord. Hij was toen voorzitter van de VAP en nog steeds voorzitter. Dan moet ik ook arkeen trouwen. Waar is dat? Even kijken hier. Ja. Wat zou ik ook met je arkeen? Ik ben geschokt over een publicatie die ik toch via u rechtstreeks aan de president wil vragen. En voorzitter, uit grond van mijn hart hoop ik dat dit fake is. Maar toch zal ik vragen, want dit is funest voor zaken doen in ons land. Nationaal, internationaal is dit niet te pruimen, voorzitter. Dit kunnen we niet toestaan, dus denk ik dat de president daar ons antwoord moet geven. Waarom, voorzitter? Suriname zullen wij met z'n allen moeten doen, niet anderen. Maar als er zo'n publicatie, denk ik wel dat ik oprecht mag vragen aan de president dat niet zo is. Er is een publicatie daarover, voorzitter. Dank u. Ik weet niet over welke publicatie het achter het stadie heeft, maar alles wat negatief is, smaad is, laster is, waar sommigen misschien onze Surinamers zo prachtig zullen vinden. Wij als land, meneer de voorzitter, wij als Surinamers, we keuren dat af dat buitenlanders zo omgaan met ons. En misschien, ja, ook in trek zijn bij enkele Surinamers. Meneer de voorzitter, wat ik vraag van Surinamers, krachtige houding.
En wij hebben de justitiële autoriteit dan ingeschakeld van Suriname. En wij hebben ook de autoriteit in Nederland ingeschakeld om krachtig hier tegen op te treden, meneer voorzitter. En laten we als Surinamers eenheid demonstreren wanneer buitenlanders aan onze integriteit komen, meneer voorzitter. En ik ben blij dat die vraag hier gesteld is. Laat men ook de spiegel aan welke zijde men kiest. Ik ben geschokt. We kregen een moment met president Chandrika Persat Santokhi en vroegen aan de president waarom hij een klacht heeft ingediend bij de PG dat de auteur van het boek Corruptie op het hoogste niveau moet worden vervolgd. Boek is duidelijk dat het niet verder verspreid moet worden. Dus als u dat gaat verspreiden, bent u strafbaar. Ja, maar we hebben gezegd, het is onkan. De judiciële autoriteiten zijn de PG is ingeschakeld. Er moet judicieel ingegrepen worden. Er moet strafvorderlijk ingegrepen worden. Laten we daarbij laten. Hoe meer je over het boek praat, geef je invulling van het strafbare gedraging. Dat is verspreid. Het is verboden. Okay? Het verbieden geeft u dus aan dat alles wat in dat boek staat geschreven niet correct is? Nee, hij heeft in strijd met de wet gehandeld. De wet is duidelijk. En daarbij gaat tegen de wet in, die wet zal optreden. Begrijp je? De grondwet, wetboek van strafrecht, zoveel wetten zijn er. De mensen, oh ja, vrije meningsuiting, mag iedereen uitschelden en beledigen, mevrouw, dat doet u niet toch? We zijn goed opgevoed, laat ons aan de opvoedingswaarden en normen houden, oké? Okay? Als ze strafrechtelijke normen overtreden, wordt voor het gerecht gesleept. Zo werd. U hoort het zelf. U wordt voor het gerecht gesleept. Iemand die ook over de social media heeft gezegd van, hij wil dat ook verbannen. Ik ben er net te worden gezegd. Facebook, YouTube, alles wil hij verbannen. Maar weet u, president, je bent nog in mijn kassas komoro populair. Je bent Van den Berg nog populairder gemaakt. Voor mij nu gaan we vertalen in 3 talen. President, beter had u niet gereageerd. Nu weet men internationaal en nationaal en je weet body language. En u zegt erbij, u geeft opdracht aan PG. Mensen, u arkiboen. De president vraagt niet. De president geeft opdracht. En dan heb je advocaat. Ja toch? Die bij pro zit. Advocaat is van de president. Arki. Daar ook op bepaalde politieke voorzitters. Ja toch? Meneer Sue Charano is zijn advocaat. En ineens, een buitenlander, een Nederlander, waar de heer Sudin, samen met de president, samen met de minister van Buitenlandse Zaken, zijn geweest op Floriade om die bakras hier te brengen. Zijn geen andere mensen. Floriade die miljoenen heeft gekost. En ineens mag die bakra niets zeggen. En ineens mag die bakra aan die Surinamer niets zeggen. Wat jullie niet weten, is er vanaf 1975 aantal bedrijven bewust kapot gemaakt. Niet onbewust. Bewust door een bepaalde politieke partijen. En onthoud goed wat ik jullie vandaag ga zeggen. Want ik ga meneer Van den Berg proberen te bellen. Maar bellen, Lukusa, even tik mijn telefoon daar. Even 5 minuten. Vanaf 1975 worden ondernemers kapot gemaakt. En manufacturers en fabrieken. Weet u waarom? En diezelfde clans, diezelfde chaprahas en die chamars, die landvernietigers,
die geen fabrieken willen en ondernemen willen in Suriname. Want ze willen blijven importeren. Ze willen grote importeurs zijn. Arkidja, wat dan over kipsector? Er wordt ongeveer plus minus 1500 tot 1600 containers op jaarbasis. Op jaarbasis wordt er kip en kipdelen en worst, alles wordt besteld. Tussen 1500 en 1600. En diezelfde chaprahas, diezelfde chamars, van deze groep, die bewust kipsector willen kapot maken, want de kippenkwekers ook aan natte borsen voelen. Ook aan natte borsen. Kijken wat dadelijk 70-80 willen. Hoe begin natte borsen? Met jouw fake news toch? Lucas had hem aan zijn doen. Daarom moest men van het berg weg. Hij moest kapot gemaakt worden. Wat er daartussen gebeurt, interesseert mij ook niet. Wat mij interesseert is hoe men diezelfde bakra, want men zag gevaar van meneer Van der Berg. Was gevaar. En dan ga je het terugbrengen. In de tijd van Venetiaan. Dat men systematisch en chaprahas zijn. Die worden beïnvloed daar binnen het partij. En dan gaan ze de president toch zo weten. Hé, die is nou een beleidsadviseur. Die is nou een mattie. De mij. Kijk, Boutersen ook. Kijk naar Boutersen. Abisama tak-tak. Suriname wordt een landbouwschuur. Weet jullie nog? Zijn jullie niet vergeten? Toen hij de eerste twee maanden begon uit te zetten. Dezezelfde chappers en die chaprahas en die laarbeheers, landverraders, ze hebben pionnen ingezet. No, no, doe, want dit is af belang, dat af belang. Weet je hoeveel kippenimporteurs belang hebben? Weet u hoeveel arbeidsplaatsen kunnen komen alleen in de kipsector? Je hebt de minister van LVV jarenlang beleidsadvies gerust. Ook onder minister. Wat heeft hij betekend voor die ondernemers? Ja, voor een selecte groep, ja. Voor precies die selecte groep. Dat vandaag, wanneer een bakra een boek schreef, dat hij had uno. Ja, president, mi hoop dat je leest dat boek. Want u vergeet dat wij in een digitale wereld leven. Wel, ik heb nog nooit bijna 2000 zoveel app gehad. Zo so, zoveel so boeken met mijn leesboeken. President Santoki. Even. De grootste fout die je hebt gemaakt. U hebt opdracht gegeven. U geeft opdrachten. Boutersen vroeg om naar huis te gaan. Boutersen heeft minister vroeg naar huis gestuurd. Mensen die krant lezen, ga kijken, al die ministers die Boutersen heeft weggestuurd. Ga de krant lezen met mijn naam. En het geef je aan iemand, twee, drie mensen de bewijzen van een aantal ministers die naar huis zijn gestuurd. Hij heeft ze wel naar huis gestuurd, ja.
regering. Je moet niets komen verbloemen. Je moet niet denken dat Surinamers gaan uitgespeeld worden. Wat u wel moet weten, dat u faya. De ministers vi faya. Daar wil geen enkel ondernemer komen. We fit oil and gas, want we kennen uw agenda ook met een aantal mensen. Daarom moet Bouterse hangen nu. We know it. We know. Dan mogen andere mensen zeggen, je bent Bouterse en zo. Het gaat niet om Bouterse. Het gaat om een aantal zaken. Dan ga ik jullie terugvoeren. Cadeau voor Gitti. Eerste periode. Bouterse, Ronnie Brunswijk, NDP, ABBA met Amarali als vicepresident. Tweede, Bouterse, Ashwin Adin. Wat er nu gebeurt, die grote plekken aanvragen. En meneer Brunswijk, je moet goed luisteren wat ik u ga zeggen. Want daarom wil de Bouterse niet meer met je werken. Heb je carrière bij wat tegen je. Maar dit soort handelingen. Dat kapot straat uit uitverkoop. En heeft met dat fake news. Amarali leeft nog. Ashwin Adin leeft nog. Al deze gasten. Zijn ook geweest naar Amarali. Zijn ook geweest naar Ashwin Adin. Maar de man zes ernaar. De man zes ernaar. President Luku, ik weet niet wie je adviseurs zijn, want je leidt de adviseurs, zelfs kerkmensen, alle soort mensen zijn je adviseurs. Ik was er niet beledigen, maar ik weet niet van wie je adviezen neemt. En als het niet waar is, waar en waar worden BV's worden beschikkingen gemaakt. Want dat is ook strafbaar. Of is het fake news wat ik ook zeg? Of moet ik ook een boek schrijven? Met alle bewijzen. Moet ik ook een boek schrijven, ja. Even mensen, ik moet even. Ja. Dus mensen. Wanneer ondernemers hier komen. Met kapitaal. En met shares. En kopen van shares. President. U moet uw ministers onderzoeken. Vraag de PG om al die ministers van je, of een aantal van hun, te laten onderzoeken. U hebt inlichtingendienst, u hebt binnenlandse veiligheidsdienst. Maak een inlichtingendienst voor uzelf wat u ook hebt. Laat zij het onderzoeken. Want je hebt zoveel commissies. Grondcommissie, discommissie, dat commissie. En kom met de waarheid. Kom met de waarheid. Mensen, ik ga meneer Van den Berg bellen. En hij moet, ik ga hem vragen. Ik ben geen journalist. Maar een journalist. Maar mijn actie. En als jullie vragen hebben. Jullie mogen maar appen of zet het op mijn live. Zet het op mijn live welke vragen jullie aan meneer Gerrit van den Berg willen stellen. Ik ga hem nu bellen. Ik ga dit van een president of minister van belling of wat pot van vraag. Ik weet president, we look at me, minister.
Even hoor. Lukt het zo? Ja. Kijk, als meneer Van den Berg opneemt. Van den Berg? Ja, goedenavond, hè? Ja, daar in Nederland. Goedenavond, meneer Gerrit van den Berg. Alles goed met u daar? Jawel, met wie spreek ik? Met meneer Naamkoesing uit Suriname, Newara. Ah, goedenavond, goedenavond. Bekend bij u een beetje, Newara? Newara? Ja, ja. Oh, okay, goedenavond. Okay. Ja, u wordt opgesloten, heb ik gehoord. Er wordt een zaak ingediend, weet u dat? Hebt u het gehoord van de president? Ja, ik heb zo'n filmpje gezien van de president. Wil ik denk dat het alleen maar slecht is voor Suriname wat u wil, niet voor mij. Oh, niet voor u, oké. Okay. Maar u wordt ook vervolgd in Nederland als ik de president zo heb geluisterd. Ja, dat zou die willen, maar ik heb nog niemand gezien en ik denk ook niet dat er iemand gaat komen. Uw ervaring, is het fake news wat u hebt gepend? Nee, ik heb het gehoord hoor van de president dat hij zegt in de Nationale Assemblée dat hij ook aan justitiële in Nederland, zeg maar, dit dorp gegeven dat er hard moet worden opgetreden. Klopt. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Wat moet ik ervan zeggen? Maar hij roept ook Surinamers ook op dat ze één moeten zijn tegen al die bakras. En dit soort bakras. Ja, het is jammer dat hij... Kijk, het is jammer dat hij op die manier reageert, in plaats van dat hij het echte probleem niet aanpakt wat er is. Klopt, helemaal eens. Dat is het. Ik bedoel, hoe hij zich nu, tenminste hoe hij het verdedigt, denk ik dat hij op het wereldwijde toneel niet meer serieus gezien wordt als een vooruitstrevende president. Ja, ja. Santokki stekent mij af op een persoon die de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting terug heeft gebracht naar het slavernijverleden waar ze zo hekel aan hebben. Ja, hij heeft ook de boeken ook laten stopzetten bij Casco. Hebt u dat ook vernomen? Ja, heb ik ook vernomen. Dan moet ik wel zeggen, Paco die heeft gekozen om inderdaad niet te verkopen, maar een exploot van een deurwaarde wil niet zeggen dat je dat moet doen. Maar dat is de keuze van Paco. Oké. Okay. Maar ik heb ook in de wandelgang gehoord dat Paco ook een zaak gaat indienen tegen de staat of tegen de president. Dat is zijn boeken gewoon. Want het is vrij van meningsuiting toch? Dat mag toch? Nou, hij mag het nu ook verkopen, want er is niemand die het hem verbiedt. Ik bedoel, een deurwaarde-exploot van een advocaat wil niet zeggen dat je je daar aan moet houden. Dan moet hij eerst naar de rechter gaan. En in de tussentijd kan hij gewoon doorgaan met de verkoop. Dat dacht ik ook. Intussen heb ik wel één kunnen bemachtigen. Daar niet van. Maar ja. Heel interessante boek. Ik denk dat u dat in 3 talen moet vertalen. Portugees, Spaans en zelfs Frans. Dan weten de buitenlanders hoe ze hier moeten ondernemen. Maar ik mag u wel zeggen hoor. Dat is mijn mening. Dat het ook niet makkelijk is voor Surinamers om hier te ondernemen. Vooral in de kipsector. Want ik ben bezig met een onderzoek. Ik heb het net gezegd. De importeurs die leven van zijn leven gehandeld. Dan praat je over een winstmarge van ongeveer op jaarbasis. Heb je gezien als er gewoon geïmporteerd wordt. Ongeveer 18 miljoen winst wordt er gemaakt, dollars. Weet u dat? Ja, op importkip dat is, daar wordt veel winst gemaakt. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Ik heb er zo'n beetje een berekening. Maar dus die 18 miljoen dollar willen deze... personen niet loslaten voor een paar bakkeras en Surinamers die hier kweken. Ja. Ja, hè? Ja, en de kipsector moet ik zeggen, ze hebben het juist nodig voor werkgelegenheid in het land. Ja, ja. En zelfs werkgelegenheid. En waarom? In de hele CARICOM is de kipsector, zeg maar, lokaal afhankelijk. En er worden veel invoerrechten gevoerd. Behalve in Suriname, dat is met 43%. Ja, ja. Ja, we zitten ook in CARICOM. Ik vraag mezelf af waarom we in CARICOM zitten. Als we niet eens een kipje of een dox kunnen exporteren. Dat stukje houdt mij ook in. Maar goed, ik hoop dat er een nieuwe regering komt na 25.
Wat is het verschil? Even een vraag. U was ook in de tijd van Bouterse hier, de 10 jaren? Ja, ja. Wat is het verschil tussen regering Bouterse en de regering Santokki nauwelijks, ja, meer dan 3 jaren? Wat is het verschil? Want dat willen de mensen ook weten. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet te veel op het politieke vlak gaan, want ik ben geen Suriname, maar mijn ervaring... Als ondernemer ervaring. Ja, juist. Ik heb met meneer Bouterse gesproken 2 keer. Als Bouterse wat zei, dan luisterden alle ministers en ze deden het ook. Ja, ja. En bij meneer Santokki merk ik dat ze wel luisteren, maar ze doen het gewoon niet. Maar waar ligt het dan? Dat hij niet geen power heeft. Hij treedt niet daadkrachtig op. Hij heeft geen zeggenschap. Maar hij wil wel optreden tegen mensen als u en mij, die de waarheid spreken. Dat is wel verhaal. Ja, maar dan. Dat wil hij wel. Een beetje nog zijn macht laten zien, denk ik. Ja, ja. Kat in het nauw maakt rare sprongen, zeggen we. Ja, ja. Ik denk niet dat het wat hij doet, dat goed is. Hij moet juist een commissie benoemen die onderzoekt waarom er geen ondernemers, waarom er geen investeerders komen. En dan moet hij er wat aan doen. Hè? Ik bedoel, Suriname staat op plek 182 van Easy Doing Business. Ik dacht eerst 152, maar het is 182. 182? Ja, op plek 182 staat onderaan de ladder. Klopt, helemaal. Nou, en dan... En daar moet hij wat aan doen. En als hij nu aandacht gaat geven aan wat wij hebben geschreven en dat verboden moet worden, dan hij maakt zichzelf belachelijk. Ik bedoel, denkt u nou echt dat ik gevangenisstraf krijg in Suriname omdat ik een boek heb uitgebracht? Denkt u dat nou echt? Nee hoor. Denkt u nou echt dat hij naar een ander land kan gaan in Nederland en zeggen, meneer Van den Berg, heb hier gevangenisstraf, we willen dat hij wordt uitgeleverd? Ja. Ik bedoel, hij maakt zichzelf belachelijk. Hij moet zijn energie daar niet op richten. Hij moet zorgen dat er weer investeerders komen. Klopt. Helemaal eens, meneer Van den Berg. Meneer Van den Berg, nog bedankt voor uw minuten. Ik ben u dankbaar. Hebt u nog wat aan te vullen of wat te zeggen aan de gemeenschap van Suriname? Nou ja, wij hebben gisteren zijn we ook geïnterviewd. Wij zijn bezig met een vertaling naar het Engels toe. Oh, prachtig. Gisteren werd er ook gevraagd van zou je niet rond de tafel willen zitten om tot een oplossing te komen? Dan zeg ik ja. Dus ik geloof dat meneer Santokki beter daar verder op kan gaan als tegen die belachelijke zaak bij de PG. Want als het in het Engels uitkomt en het gaat de CARICOM om, hebben we nog veel meer problemen. Ik moet u zeggen, ik word over een week verwacht bij de Caribische zender. Ja. Radio Bonigrani. Oké. Nou, dat is de eerste. Dat is de eerste buitenlandse zender. En ik doe het liever niet. Hè? Ik wil alleen dat ik word hersteld in mijn problemen. Ik heb een mooi pand daar staan. Ik heb een bedrijf. En ik ben alles kwijt. En dat laat ik niet over me heen gaan. Je houdt nog steeds van Surinamers? En Suriname? Ja, ik vind het een verschrikkelijk mooi land. Dat zeg ik eerlijk. Ik zou nog graag terug willen. Ondanks alles wat er is gebeurd. Maar wel weer met zekerheid dat we gewoon zaken kunnen doen. En dat het investeringsklimaat voor de ondernemers, dat het wel beter wordt. Maar voor investeerders. Ja, ja. Mensen, u hebt het gehoord. Meneer Van den Berg, nog bedankt. U ziet me heel gauw in Nederland. Ik moet daar zijn in Groningen. Ik ga u zeker komen ontmoeten en dan, ik denk dat we zeker ook gaan zitten na dit alles wat gebeurd is. Ik hoop dat de president heeft geluisterd naar u. U wilt water in uw wijn doen, u wilt alles rustig laten lopen, maar niet op dit manier. Dat is helemaal correct. Nog bedankt meneer Gerrit van der Berg. Oké, we houden contact. Dank u wel. Dank u wel. Doei. Mensen, jullie hebben het gehoord. Dat is het verschil. Wanneer over leiderschap praten toch. Bouterse, je hebt geluisterd toch. Bouterse, je hebt geluisterd. Kijk het verschil.
Meneer Santoki, kijk het verschil. Nobody wants to come to Suriname. Wanneer het in het Engels vertaald wordt, in het Spaans en Portugees, geloof me. Geloof me. Over de grote grond aanvragen, waar ze ook geprobeerd hebben in de tijd van Bouterse, 10 jaren lang, en diezelfde mensen die nu bij de VAP zijn gegaan, en diezelfde trekje uithalen, ze hebben het ook geprobeerd in de tijd van Venetiaan. Dat weten jullie dat ook, haar mensen. En dan vonden ze Venetiaan ook niet leuk. Toen was Demon daar minister, ja. Ze zijn ook met zakken, tassen vol geld gegaan bij Demon. Een aantal van ze. En ook bij Bouterse zijn met tassen vol gegaan. Dat is geen joke, kan je Bouterse nog maar bij een tijboen doen. Ook bij Ashwin Adin. Maar ze hebben Suriname niet verkocht. Ook bij Amarali. Dus waar jullie mensen uitschelden. Zeker, zeg ik. NDP heeft grote fouten gemaakt, ja. Zeker weten. Ik hoop dat ze daaruit hebben geleerd. En meer naar hun werkpaarden kijken. Dan die gesierpaarden en die helikopters die komen. Daarom moest Ashwin Adin is niet mijn mattie. Bouterse is niet mijn mattie. Maar de waarheid moet gezegd worden. Deze gasten Amarali die hebben geweigerd. En niet alleen in gronden. In investeringen. In fake investeringen. Waar ze miljoenen konden verdienen. Daarom wat jullie dingen gooien op Facebook. Karama Alu en dit soort dingen. Laat Ashwin Adin een keertje komen en de waarheid vertellen. Laat meneer Robert Amarali ook een keertje de waarheid komen vertellen. Ze moeten deze tjapperhaas en deze tjamaars. Landvernietigers, landverkopers. Niet beschermen. Ja, die Bouterse. Het is dezelfde mensen beschermen. Ik heb hem altijd gezegd. Bescherm die gasten niet. Vandaag is wat ik had gezegd de waarheid geworden. Gaat gewaarschuwd. Reken af met dit soort gasten. Reken af. Juna Papa van Kondre. Oil and gas. Ga kijken. Denk je dat ze voor jou goud. Alle waarde. Weet je waarom? We zijn maar 500.000 zoveel mensen. We zijn niet in Indonesië. Of Afrika. Of waar 10, 15 miljoen in India. Anders hadden ze deze nonsens nooit uitgehaald. Wat ze met ons doen als Wisseranang. Onbegrijp. Ik ben niet met sensatie. En ik voel eindelijk op. Met alle soort rommel op Facebook zetten van mensen. Ga goed, laat je goed informeren. Go informeer. Go informeer. Temet taksani. En hoe kan we lukken de oorwang? Het kan een sensatie. Die van wangelukte. En je kan het natrekken. Mens donangen de man. Mens tegen de man. Je kan het doen. Maar je hebt karma. Tako mitjo.
Zie je niet? Ze kunnen niet eens loslaten, die politieke partijen. Ze kunnen niet eens aan hun jonge kaders, jonge die zich leiders willen ook voelen een keer. Dat zelf pakken ze van jullie af. Wat doe je in partij Luhur? Wat doen jullie in partij Luhur? Jongeren, wat doen jullie daar? Ook bij de ABOP, wat doen jullie daar? Hij kan niet eens van zijn ambassadeur opkomen. Want je hebt toch minister Ramdi God, een niet-residerende ambassadeur, madam Kirama. Tabe Kiri, abe Dede. Ja toch? Dan had je direct veiligheid, alles voor die man geregeld. Dat is als man aan man. Wees mijn volgers aan op YouTube. Ja, dan moeten we kijken en zo. Maar als het een Ramdin, ja toch? Hoe heet hij? Ramdin, no? Minister van Buitenlandse. Ramdin heet hij, no? Wat denk je nou? De Iboshi. Iboshi. Laat het een persoon van hem zijn. Veiligheid alles aan bij City. Ama bekis gong, abekis usi, abekis fal. Even naar buitenland. Ja, en hoeveel duizend euro's hadden we bevelen? Want money om ik het op. Ja, Nederlandse ambassadeur, we gaan de veiligheidsdienst vinden. Nou, regel maar, het is 25.000 euro per maand. Zet het 40.000 en die 15.000 euro moet je van me in Panama overmaken. Paisana heeft fake news naar mijn mening hoor. Naar mijn mening. Zo werken jullie denk ik. Maar nee. Ik kom ook bij alle die ambassadeurs die jullie benoemen. 6 maanden, een jaar van. Die geen moer betekenen voor Surinamers. Regering, meneer Santoki, dat moet u beginnen te laten onderzoeken. U hebt meneer Van den Berg gehoord toch? Zet een commissie om te onderzoeken. Amano waspa ede. Awet man, amas kriva buku. En dit gaat zware gevolgen hebben. Als een andere regering die gaat komen. En aan ons herstel. Aan ons rotto. Aan ons rotto wat aantal voor nu. Zij vergrong. Zij te grong. In een zin hebben we fetig bij een HVB. Sapoen daar. Zo zo eigen belang. Moni ralem daar of patra. Moeslam no. Huis van bewaring. Dieven. Grondrovers. Anationalisten. Anationalisten. Wil u die mensen hebben? Hoe aan de man dat die? Zie niet welke richting we nu gaan? Schaamteloos staan ze te praten op podium. Schaamteloos geen enkel visie. Politieke partijen willen niet meer met me praten. Want wanneer ik zeg van, ik wil geen enkele ambassades op 2 maart. Ja, we moeten een centraal inkoop afdelen. Want alle ministeries doen inkopen. Je kan daar 15 tot 28 tot 30 miljoen besparen. President, ik geef het aan u. Maak een wet. Want jullie willen logo met wet of nakwasani. Een algemene inkoop. U gaat zien hoe u gaat besparen. Daar is Family Friends stopgezet. Die hele kabinet daar van u. Een aantal van die dames. Kopen hier en daar los. Dingen 5, 6 keer duurder. Dat moet u beginnen te kijken. Moet er ook een boek daarover geschreven worden? Tenminste. Na Bouterse. Revolutionair. Heeft Suriname bekendgemaakt en ons op de kaart geplaatst. Maar u! U ziet het zelf. Ze denken dat iedereen corrupt is in Suriname. Allemaal!
iedereen die u op u lijkt. Iedereen die op u lijkt. En die van u zijn. Want ze moeten naar u. Om namah shivaya. Om. Om bhaiya sanaha. Om bhaiya. Alleen die mensen kijkt u. Maar wanneer een VAP'er even anders praat. Moet er afgerekend worden met die VAP'er. Want hij moet ook om namah shivaya. Om. Om swaha. Om. Om swaha. Utrek dat ook gewoon go. Gado. Amam hom swaha yo. Om tegen een ander doen om te raten om te swatam swaha. O terkantrein. Bhaiya hamke khali to dhar. Oisi dhar, neti dhar, mati dhar. Swaha. Alleen die mensen worden verzorgd door u. Je zorgt goed als het man dat hij. Want je moet me leiden, je moet van me zijn. Je bent guru bhai. Bhai. Ham bhagwan bati tolonke. Ik geef opdracht. Ik ben geen politie daar. Ik ben president. U hebt het zelf gezegd. Ik ben papa. Ik ben papa van alle kinderen. Maar kijk wat u zelfs doet met uw kinderen. Ze mogen niet meer praten. Was u ook zo thuis? Mochten die kinderen ook niet praten en de waarheid zeggen? Karee, ik ben naar de wand toe klap zitten. Hoi, man! Hoi, man! Je mag niet, je mag niet. Zo ga je niet om met kinderen. En je hebt dus zoveel kinderen. Je hebt alle kleuren kinderen. Maar welke kinderen heb je geaccepteerd? Dat is mijn vraag. Regering. Allah Tikba. Jullie mogen springen waar jullie hebben willen. Als ik alleen die tabel opmaak. 10 jaar lang Bouterse. 3 jaar zoveel Santoki. Geloof me. Dan ga ik het als fake news brengen. Bouterse heeft gestolen toch? Ja toch? Ze hebben schulden achtergelaten toch? Zoveel schulden. Ja en Bouterse. En schulden Bouterse. En ja en dat kost veel. En dat. Weet je wat je moet doen regering? VAP-voorzitter, weet je wat je moet doen? Je moet naar die spiegel. Dan koop je een grote spiegel bij Kerpalani. Bij Better and Cheaper. Koop een grote spiegel bij Kerpalani. Bij Better and Cheaper. De Lukuina spiegel. Je puri bril. Je potty bril. De AXA spiegel. Spiegeltje, spiegeltje. Spiegeltje, spiegeltje. Ben ik goed bezig met Wisranang? Doe ik het goed met mijn kinderen in Suriname? Dat moet u vragen. Dan neemt u een witte kaars, een zwarte kaars en een rode kaars. De potenfessa spiegel. Maar je moet een aansteker, je moet een zwalfu. Waar je wat toestaan van spiritueel. De lette kandra. De tak naga de kandra. De tek kamfer. De tek wan dia. De letta kamfer in a dia. De actie. De biggest mafio. Je actie alle de biggest mafio is er aan. Maar de knapte blote voet.
Tapa grandmama. Arki motegi santoki. Deye lid de kandra. Deye shi. Yo shi. Fa de kandra e krei. Deye luku e fa wetwang krei furu. E fa redi wang krei furu. E fa blaka wang krei furu. De ef yuna ap yeye. Da tamara manting. Te yu opo i dueng. De je kong na DNA of je kong te plein. De taki tak you nanga Ronnie Brunswick je skrif verkiezing uit, want dan moet je gewoon bedanken, want u weet niet eens en uw mensen hoeveel mensen elke ochtend opstaan op uw naam. U weet niet eens hoeveel jongeren opstaan die geen brood kunnen kopen. U weet niet eens hoeveel verpleegsters opstaan die schuld hebben, niet uitkomen. Zelfs doktoren die in ziekenhuis werken, die niet uitkomen. Zelf mensen die bij Lanti werken, niet uitkomen. Zelf die bij de politie werken, niet uitkomen. Want benzine wordt dadelijk weer verhoogd. SWM wordt weer verhoogd. Elektra wordt weer verhoogd. Niet te vergeten de kosten op haven. Weet je hoeveel ondernemers huilen? Want ze kunnen niet meer ondernemen. Zitten jullie shows te maken? Zitten jullie mensen bang te maken? Ik geef de opdracht. U geeft opdracht. U vraagt de mens niet. Wie gaat u de opdracht geven? In de natuur gaat u opdracht geven. Shwiti Sranang gaat het opdracht geven. Aan wie Sranang? U weet? Wat u weet, wat u niet weet, weet ik. U denkt dat u mensen gaat tergen, ondernemers gaat tergen. Met woorden. Is niet goed. Let op je uitspraken. Ook de vice-president. We leven niet in een fitty thing. Jullie leren het niet af. Met alle respect. Ik denk dat jullie door die diploma's die jullie hebben. En die jullie studeren. En lezen, denk ik. Dat jullie wijs worden. Maar het lijkt dat het niet lukt met jullie. Het lukt niet. Mensen. Ik wil iedereen bedanken die me shared. Ik wil iedereen bedanken die me ochtend een krachtige app stuurt. We gaan naar de verkiezingen toe. Liken jullie Wisserenaam page ook. Want ik ben vanaf komende week ook met onze politieke programma's. Ook met de mensen die gaan meedoen met de verkiezingen. En blijf jullie aantal van deze grappenmakers volgen. Die niet één agenda hebben. Die niet twee agenda hebben. Maar drie of vier agenda. Uteko ailuku. Mensen, share jullie video. Share ook mijn YouTube channel. Mensen, blijf sharen. Geef me een like. Like mijn page als je verder wil volgen. Als je nu wil volgen. Ook bedankt. Ik zou zeggen. Een prettige avond. Een prettige middag. Ciao ciao.